omgevallen bomen, onbegaanbare wegen en zelfs elektriciteitsmasten die in elkaar storten. Niet te dicht bij die draden te komen, want dat is een levensgevaarlijke situatie. Gebeurde allemaal zo'n 40 jaar geleden in het noorden van ons land. Het gevolg van een zware storm. Toch? Nope. Een dikke ijslaag was de oorzaak van heel veel ellende. En dit noemen we IJssel. Daar ligt nu de vorstgrens waar het overgaat van regen in IJssel. Neerslag kan in allerlei vormen voorkomen. Je hebt natuurlijk regen, sneeuw, hagel en dus ook IJssel. En die laatste, die zoeken we even op. Woordenboek. Yes, thanks. IJssel. Tot ijslaagje geworden neerslag. Toch wel een vrij beknopte uitleg voor een best wel complex onderwerp. Wat vormgeving kan hierbij wel helpen. We spreken van IJssel op het moment dat onderkoelde regen op een koud oppervlak valt. Er ontstaat een ijslaag die op straten en wegen voor extreem gladde situaties kan zorgen. En zelfs bij zeer lichte neerslag kan je dan al uitglijden. Ouch, pijnlijk. Ik neem je mee in het IJsselproces. In de bovenste koude luchtlaag zijn wolken aanwezig waaruit het sneeuwt. Die sneeuw komt terecht in een warme luchtlaag en eerst is er alleen een mix van regen en smeltende sneeuw, maar uiteindelijk blijft alleen maar regen over. Ja, en die regen die komt dan weer in de onderste luchtlaag terecht, die slechts een paar honderd meter dik is en waar het weer koud is, het vriest daar. Die regendruppel die daar dan komt, die koelt ook snel af en de temperatuur daarvan komt onder het vriespunt terecht, maar die luchtlaag is net niet dik genoeg om hem ook echt te doen laten bevriezen. We noemen die regen dan ook wel onderkoeld. En zodra deze onderkoelde regen de grond raakt of een ander object, zoals je huis, een boom of bijvoorbeeld je fiets, dan bevriest het direct en ontstaat er een ijslaagje. Dat ijslaagje wat we net in dat woordenboek ook al zagen. En door dit ijs kan het dus spek, maar echt spekglad worden. Hé, hey, kijk, hier is spiegelglad. Soms is de ijslaag zelfs zo dik dat er geschaatst kan worden op straat. Misschien weet jij het zelf ook nog wel in januari 2016. Toen konden in het noordoosten van het land op grote schaal de schaatsen uit het vet. Het ziet er leuk uit, toch? Maar het is vooral heel gevaarlijk. De maatschappij was daar echt een aantal dagen ontregeld. Je kon met je auto nergens heen, hulpdiensten konden je ook moeilijk bereiken en het openbaar vervoer lag helemaal plat. Ook in de toekomst gaan we echt nog wel met dit soort situaties te maken krijgen, al blijven ze wel vrij zeldzaam. Laat ons trouwens niet in de kou staan en druk even op die abonneerknop, vinden we leuk. Tot de volgende!